Hey, kerel. Hey, man. Wat doe je? Is Saskia thuis? Ja. Sas! Hey, oh, je wil natuurlijk weten hoe het is afgelopen. Sorry, schat, dan wil jij heel eventjes bij Tom gaan kijken. Oh, ja. Vermoorden, ja. Wat doe jij hier? Excuses aanbieden. Maar dat is echt helemaal nergens voor nodig. Ik schaam me kapot en Anton die zei nog... Ik kan me niet... Heb je met Anton gepraat? Ja. Ik heb zo gezegd dat hij dat niet moest doen. Ja, dan had je niet aan hem moeten vertellen. Het is ook zijn praktijk. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Ik wilde dat hij de rooster zou veranderen en hij bleef maar doorvragen.